De hele stomme vraag. Makkelijke vraag misschien ook wel. Maar ben je er klaar voor? Nou, ik heb nog 4 weken, dus ik ben er bijna klaar voor. Wat moet je nog gaan doen in die laatste paar weken? Rusten. Maar dat komt later pas. Oh, dat kan iedereen wel goed, denk ik. Nou, dat weet ik niet. Nee? Dat is toch nog wel lastig. Want je wil juist dat nog wat meer gaan doen. En ik wil nog niet stoppen. En dan nog een beetje van dit en een beetje van dat. Maar nee, de komende 2 weken is het nog flink diep gaan. En zware arbeid leveren. En echt nog die grens opzoeken. En daarna gaan we echt taperen. En komt de rust. En dan ga je merken dat je iedere training sterker wordt. En uitgeruster wordt. En dat je echt naar die piek aan toe leven bent. Ja. Heb je dan ook een beetje een soort tactische training? En, of is het puur techniek? Wat doe je nou nog die laatste paar weken? Een combinatie van. Dus de randori training, dus het sparren. Dat doen we veel explosieve dingen, specifieke pakkingen. En dat is gewoon echt zwaar. Dus dat is uitvechten en juist op je zwakke plekken gepakt worden. En daar weer zorgen hoe je ermee omgaat en hoe je daar oplossingen voor hebt. Dus dat trainen. En daarnaast aparte trainingen met techniek, dus waar je veel meer op de kleine details let en hoe je je voet plaatst of hoe je net even handiger een pakking los kan maken, tot en met gewoon slijpen en herhalen van je technieken. En als dat helemaal goed zit, dan ga jij minimaal een bronzen medaille halen. Nou, dat is leuk dat je dat voorspelt. Vraagteken. Is dat een vraagteken? Minimaal ja. Ik doe geen voorspelling, maar ik ga gewoon voor goud. Dat is één ding wat zeker is. Maar het allerbelangrijkste is gewoon dat ik van partij tot partij ga kijken hoe ik het beste bij mijn opdracht ga houden. Mm-hmm. En als ik dat voor 100% uitvoer, dan kan ik iedere partij winnen. Dat weet ik wel. Ik heb even zitten tellen. Misschien dat ik eentje ernaast zit. Maar volgens mij doen er in jouw gewichtklasses 18 meisjes, of misschien moet ik wel zeggen 18 monsters mee. Hoeveel daarvan kunnen ook echt goud winnen? Nou ja, kunnen. Niet alle 18. Wel, dat kan wel. Ja. Maar goed, ik weet, ik in de klasse 78 zit de eerste, de top, ik denk top 8, kunnen allemaal wel serieus een medaille winnen. Okay. En dan zit daar ook nog een verrassing bij, zeg maar. Maar die hebben we het afgelopen seizoen, de afgelopen 2-3 jaar zelfs, denk ik, hebben die allemaal al een keer van elkaar gewonnen. Dus dat zit echt wel dicht bij elkaar. Dus het is echt de vorm van de dag, of niet? Nou, daar geloof ik niet zo in, de vorm van de dag. Want daar werk je gewoon 4 jaar lang naartoe. En nog langer. Dus het moet dan gewoon kloppen. En bij de een is het... het zal bij... Voor mij is het zo. Alle puzzelstukjes moeten gewoon bij elkaar vallen. Mm-hmm. En ik train iedere dag voor. En gewoon in je kop. Hoe zorg ik ervoor dat ik me niet laat afleiden. En dat ik, ondanks wat voor een gevoel ik dan ook heb. Dat ik gewoon goed ga judoën. En dat is het allerbelangrijkste. En als ik me daarin cool kan houden. En ik denk wie mentaal vooral het sterkst is en de langste adem heeft. Heel de dag door. Weet je? Het zijn 4 partijen, maar het zijn 4 finales. Wie dat het beste vol kan houden, die wint Olympisch goud. Ja. Nu zei je net even de bondscoaches op die persconferentie. Ik heb gezegd tegen de judoka's dat het maar een gewoon toernooi is. Dan denk ik, ja dag, makkelijker gezegd dan gedaan. Nou, dat is het zeker makkelijker gezegd dan gedaan. Maar het is wel zo. Je moet toch blijven denken, ja, het is diezelfde judomat en het zijn dezelfde tegenstanders. Het zijn er zelfs iets minder dan op een gewoon WK, want dan mogen er 2 per land meedoen. Dus het is, in die zin is het wel hetzelfde. En als je aan die elementen denkt, is het hetzelfde. Maar door alle heisa eromheen en hoe het georganiseerd is, is het gewoon een ander evenement. En er hangt gewoon iets in de lucht waar iedereen denkt, ik sterf nog liever dan dat ik verlies. En dat heb ik in Londen heb ik dat wel heel mooi kunnen ervaren en meegemaakt. Er gebeuren zulke gekke dingen in wedstrijden. En er komen zulke krachten vrij bij mensen. Dat is niet te trainen. En dat is niet op één wedstrijd hetzelfde. Want in Londen werd je 5e. Toen verloor je die wedstrijd om het brons. Wat is dan datgene wat je daar hebt geleerd of ervaren van, ja, dag, die over mijn lijk mentaliteit? Had je die misschien toen minder dan dat je die nu hebt? Nee, dat had ik toen niet minder. Ik weet alleen nu beter waar ik sta en wat ik in huis heb en hoe ik dat kan inzetten en waar het hem om draait. En toen was het mentaal vooral behoorlijk zwaar en
een hele rollercoaster. Maar vooral mentaal zwaar. En ik denk dat ik dat vooral niet heb op kunnen brengen in Londen. En dat me genekt heeft, zeg maar. Uiteindelijk om brons. Heb je daar nu een training voor gehad? Mentale training misschien wel? Of voor andere manieren hoe je daaraan gewerkt hebt? Door gewoon in ieder geval de afgelopen 2 jaar wat ik allemaal heb meegemaakt. En dat zit hem in het afscheuren van je voorste kruisband en revalidatie. En terugkomen tot en met perikelen bij de bond. Ik heb daar uit alles heb ik gehaald. Oké, laat je niet gek maken en blijf je focussen op je doel. En eenmaal gevoel te hebben hoe dat in Londen was, weet ik ook waar ik me op kan voorbereiden. En dat is voor iedereen anders, maar ik kan daar mijn lessen uit halen. Ja, kan je dan zeggen dat het afscheuren van die kruisband en al dat gezeik bij de bond heel misschien toch nog wel iets positiefs veroorzaakt heeft? Nou ja, ik denk een echte winnaar haalt overal zijn lessen uit. Oh ja. Ik heb niet per se dat nodig gehad te hebben om straks een medaille te halen. Of om dan de beste vorm te hebben. Nee, zo is het ook weer niet. Maar ik haal er wel de positieve dingen uit. Ja, dan zijn we er denk ik wel. Weer nog wat. Ja. Als jij nou in mijn schoenen stond, had je dan nog een vraag gesteld aan jou? Oeh, goeie. Dat is ook wel slim, hè? Ja, klopt. Nee, ik heb alles wel gezegd. Het gaat goed en ik heb niks te klagen. En ik heb er heel veel zin in. Maar vooral om echt in de allerbeste vorm uit mijn leven daar te staan. We hebben er ook heel veel zin in. Heb je ook echt zin in de spelen? Of is het gewoon zin in jouw dag? Ja, zin in mijn dag vooral. En ik denk wel dat Brazilië, Rio de Janeiro wel heel bijzonder wordt. En ik ga bijvoorbeeld de openingsceremonie ook wel meelopen. Maar niet tot het einde, want dat duurt dan weer veel te lang. Dus in die zin, weet je, alles. Natuurlijk ga ik daar wel even van genieten. Maar vervolgens hou je er toch veel meer bezig met de wedstrijddag. En dat is dan alles bepalend hoeveel je kan genieten daarna. Waar zit je eigenlijk in het schema in Rio? Moet je een beetje aan het begin, een beetje aan het eind? Jij weet het al ongetwijfeld. 11 augustus en dat is dag 6, 7. Dus in het begin. Ja, judo is de eerste week. Dat begint gelijk de eerste week. En heb je dan al ideeën van ik wil graag daar en daar gaan kijken? Of denk je nou, als ik geen medaille haal, dan wil ik het liefst van de aardbodem verdwijnen. En als ik goud haal, dan maak ik me geen reet uit. Ja, mijn leven gaat echt tot 11 augustus, weet ik het. En daarna weet ik helemaal niks. Daar heb ik me nog niet over nagedacht. En of het nou gaat over centralisatie of ik doorga met judo. Of wat ik ga doen inderdaad, die dagen daar in Rio. Ik heb geen idee. En dat zegt alles over hoe belangrijk 11 augustus nu is.